Ja, Jurjan, 2-2 gespeeld bij VVOG uit. Ben je teleurgesteld? Ja, teleurgesteld. Ja, niet, uiteindelijk niet tevreden. Ik denk dat, ja, dat je het beter zo kan noemen, niet tevreden. Oké, eerste helft. Ik vond het vrij slordig. Pases die niet goed aankwamen. Ook balverlies. Deel je die mening? Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik vond het dus inderdaad slordig aan de bal. VVOG kon redelijk gemakkelijk doorvoetballen. Dat deden ze ook wel goed met veel lopende mensen. Spits die diep speelt en dan in de bal komt. Nou ja, daar hadden we moeite mee. En nou, daar werd over overleg van hoe moeten we het oplossen, druk zetten. En nou, op een gegeven moment, die jongen die geblesseerd raakte, die er ook af moest, die centrale verdediger, die lag wel eventjes op de grond. Ja, toen hebben we de groep naar de zijkant gehaald en we kunnen het allemaal hebben over manier van druk zetten, over de ruimtes, et cetera. Ja, voor mij was het, zoals ik het heb gezien, zoals wij het hebben gezien vanaf de bank, zat het puur in. VVOG bracht overal meer dan dat wij brachten. In de duels, in het omschakelen. Ik vond het te gemakkelijk van onze kant. Dat hebben we aangegeven en... Ja, dan kun je het hebben over van alles en nog wat, maar het was gewoon, het was niet goed genoeg, het was te gemakkelijk. En daarna moet ik zeggen, is het wel iets beter. Na die goal, die maken we net daarvoor, is het wat beter. Creëren we een kans met Givan op de lat, een buitenspel goal en zijn we bepalender. Omdat toch, we brengen er meer energie in. Ja, dus dat is het hele eieren eten, de energie? Nou ja, noem het energie. Er alles uithalen wat erin zit. Nou ja, dat hebben we een groot gedeelte van de eerste helft. Was dat niet het geval en dat is zonde. We brengen het daarna ietsjes meer en we staan direct een aantal keren voor de goal. Dus dat was goed. Kon je merken dat de wedstrijd van woensdag nog in de benen zat? Geen idee. Het zou kunnen. Je hebt wel een paar mensen gespaard, dus niet de hele wedstrijd laten spelen. Ja, nou ja, inderdaad. Ja, fysiek gezien. Ik weet niet of dat per se ermee te maken heeft. Uiteindelijk moeten we aan de bal de juiste dingen doen. En dat hebben we ook grotendeels niet gedaan. Er zaten ook wel een aantal goede momenten bij. Alleen het waren er te weinig, vond ik, de eerste helft. Ja, het ging toch wel gelijk op, moet ik zeggen. Zij waren misschien iets dreigender. Maar ja, door een terugspeelbal die misschien te zacht was. Of door het water op de... Ja, kom je ongelukkig op 0-1 achter. Ja. Dus vind ik een fout daar. En natuurlijk gaat er daar vooraan wel aan meerdere dingen aan vooraf. Hè. Spits die in de bal komt. Ruimtes groot, waardoor hij gemakkelijk die bal door kan spelen. Maar uiteindelijk is er nog niks aan de hand, want Vincent die neemt hem gewoon aan. Nou, speelt hem te kort terug en een doelpunt. Ja. Vlak daarna krijgen zij ook nog een mogelijkheid. Althans, kon een mogelijkheid worden. Stonden ze vijf door de omschakeling 5-3, maar die speelden ze slecht uit. Ja, dat klopt. Ja. Even over de omschakeling. Ze waren goed in de omschakeling, maar er kwam wel veel al door balverlies van Excelsior 31. Ja, nee, maar dat is wat ik net zeg. Hè. Niet goed genoeg aan de bal. En verdedigend te veel ruimtes. En VVOG deed vooral in de eerste helft grotendeels overal net een paar stapjes meer dan dat wij deden of konden doen. Zeg maar. 36e minuut werd een strafschop geclaimd door Excelsior 31. Ja, dat is een hensbal inderdaad. Ja, scheids gaf aan dat hij zijn hand langs het lichaam. Het lichaam heeft. Nou ja, uiteindelijk bepaalt hij, dus geen panel. Ja, dat is misschien maar goed ook, want daarna krijg je een corner en dan komt het doelpunt uit. Ja, dat was een goede voetballende goal. Op dat moment denk ik wel een beetje tegen de verhouding in, omdat we niet heel goed waren. Maar we maken wel een goede goal en dat helpt je dan wel weer van oké, we staan weer gelijk. Ga je wisselen? Drie wissels in de rust. Kon je ook wel gelijk merken, vond ik zelf. Er kwam wel meer voetbal in. Niet ten nadele van de mensen die de eerste helft in stonden. Maar ik kon wel merken dat er meer voetbal in zat. Ja, nou ja, inderdaad. Ik moet zeggen, we beginnen. Ja, de tweede helft vind ik ook weer slordig. Direct twee corners voor VVOG. Daarna vind ik ons goed. Goed aan de bal. Veel voetbal. Georganiseerd met elkaar. Nou ja, dus dat was een hele goede fase waarin we denk ik een aantal kansen krijgen. En ook gewoon best wel een hele goede goal maken met Givan. Geweldige bal van Derian gaat eraan vooraf. Dus op dat moment, die fase, doen we best wel dingen heel goed. Dus daar was ik wel tevreden over dan. We zijn een beetje een kopie van woensdag. Hè? Derian twee keer waar een doelpunt uitkwam en vandaag weer eentje.
doet hij goed. Pakt initiatief daar aan de buitenkant. En als een geweldige bal achterlangs. En naar Givan die hem ook goed afmaakt. Alleen de voorsprong heeft maar 6 minuten geduurd. Een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Ik heb zelf niet precies gezien wat er gebeurde. Kunnen op de beelden wat terugzien. Amos zet het muurtje neer, maar hij schiet hem er toch mooi langs. Ja, een goede spits, dat weten we. Gaat balverlies van ons aan vooraf. En daarna een overtreding op een niet hele slimme plek. En hij schiet hem goed binnen. Ja, na 2 minuten, na de 2-2 kreeg Jeremy de Graaf weer een kans, maar die schiet hij naast. Vervolgens breng jij Simon erin en dat bracht ook gevaar. Ja, hij schoot nog een keer vanuit de zijkant, doelgericht, snelheid. Moet wel zeggen, na de 2-2 vind ik dat er weer een fase komt dat, dat de ruimtes wel groot werden. Hè, dat wij wat slordiger werden. Ja, en uiteindelijk kon het alle kanten nog op. Hè. Wij hadden hem nog kunnen maken. Maar zij hadden hem ook nog kunnen maken. Nou ja, en uiteindelijk wordt het 2-2. Ja, het golfde heen en weer. Inderdaad, 2-2 vindt het terechte uitslag. Nou ja, als je overal genomen, over heel de wedstrijd genomen, vond ik het van ons niet goed genoeg. En dan hebben we een punt. Maar je merkt wel in de kleedkamer ook van dat was een teleurstelling. En dat is goed, hè. Dat is hartstikke goed. We hadden hem zelf kunnen maken, VVOG had hem kunnen maken. Dus al met al, denk ik een gelijkspel misschien wel terecht. Nou, dank je voor het interview. Op naar volgende week. Van de week trainen voor de wedstrijd tegen ASWH. En dan volop gas. Ja, we gaan er weer een mooie week van maken met elkaar. En wedstrijd terugkijken, analyseren. En je hebt weer zin in heel jaar wel eens een aantal wedstrijden wat niet goed genoeg was. Kan je ook weer van leren, toch? Ja, nee, maar dit was het eindje van. En nogmaals, overal niet goed genoeg, dat weten we. En 2-2, puntje. Oké, dankjewel. Een goede reis naar huis. Top, goed weekend. Okay.